Vlug, vlug, kom maar gauw. Zet je stoel voor de tv. Voor het zandkasteel. Het zandkasteel aan zee. Vlug, vlug, het begint. Dus doe maar lekker mee. Met het zandkasteel. Het zandkasteel aan zee. Sasa, Toto. Met Sasa en Toto. En koning Koos. Het zandkasteel. Het zandkasteel. Vandaag gaat het over konijn en konijntje die iets bouwen. Kleuren raden. Een liedje over een wasmachine. Een wasmachine die aangaat. Schipper die iets hoort piepen. Sasa en Toto gaan koken. Nee, we bouwen een huis. Ja, heel hoog. Een torenhuis voor Pop en Zwiep. Hop. Zo. Hierboven was de slaapkamer van Poppy. Huh? Oh, en Zwiep. Sasa, Toto, ik ga soep maken. Hebben jullie de grote pan gezien? Ja, hier. Oh, nou. Nee, je kan hem niet meenemen, koning Koos. De pan is de keuken. Ja. Nee, Sasa, de pan hoort in de keuken. Nee, de pan is de keuken. De keuken van ons huis. Ach ja, een huis. Een heel hoog huis. Koning Koos heeft de pan nodig, maar er staan allemaal kamers bovenop. Ja. Oh. Ik weet het. We maken gewoon een heel laag huis. Ja. Zo. Die. Oh ja, dan was dit de slaapkamer van Pop. Oh. Nou, en deze kamer Sweepie. En dan was dat zeker de keuken. Ja, ja, de keuken naast de woonkamer. Oh, nou, en dit? Dat is de pan voor de soep. Ja, precies. Dit is de pan voor de soep. En dat is het huis van Pop en Zwiep. Een huis met alle kamers naast elkaar. Ja. Hup. Aha. Aha. Da. Do bete. Do. E. Ba bete. De. E. Da. A. Hop. Ah. Da. Ba bete. Bo. Bete da bo. Da. Ba. Hop. What the? Da. Thank you.
Welke kleur heeft de stoel? Blauw. En welke kleur heeft de lamp? Rood. Welke kleur heeft de tafel? Bruin. En welke kleur heeft de bank? Groen. Lekker rollen door de modder. Keihard stampen in een plas. En daarna je vieze kleren in de mand met vuile was. Alles in de was, alles in de wasmachine. Alles, alles, alles bij elkaar. Alles in de was, alles in de wasmachine. Zeep gaat in de wasmachine. En draai je maar. Alle kleren worden weer schoon in de wasmachine. Wat doen Sassa en Toto? Zijn ze nu al aan het zwaaien? Nee, wij helpen koning Koos. Ja. Wij stofzuigen. Ja, Toto stofzuigen. En ik ook. Twee stofzuigers. Ja. Koning Koos maakt intussen aardbeien schoon. Zo. Deze zijn voor straks als ze klaar zijn met stofzuigen. Zo. Wat doen Sassa en Toto nou? Klaar. Die aardbeien zijn voor straks, zei koning Koos. Oh, wat doen jullie nu? Stofzuigen! Oh, wat zonde om die heerlijke aardbei zomaar op te zuigen. Je kunt hem beter lekker opeten. Maar dan was ik geen stofzuiger meer. Ik was weer Sassa. Ja. Oeh. Toto. En hop. Komt dat geluid vandaan?
Ah, de telefoon. Oh. Oh. Nee, de telefoon gaat niet. Waar komt dat geluid dan vandaan? Schipper, dat is een banaan. Oh. Kan een banaan geluid maken? Ja. Maar waar komt het geluid dan wel vandaan? De poes? Maakt een poes zo'n geluid? Nee. Maar waar komt het geluid dan wel vandaan? Oh, natuurlijk. De oven. Het was de wekker van de oven, want je koekjes zijn klaar. Eet smakelijk, Schipper. Welke twee plaatjes zijn hetzelfde? Nee, jammer. Ja, die horen bij elkaar. Jammer. Ja. Goed gevonden. Sassa en Toto zijn er niet. Jawel, we zijn hier in de tent. In tent. Oh, was dat het vuurtorenlicht al? Nee, dat deed ik. Ik dacht dat we moesten zwaaien. Huh? Wat is dat nou? Tent! Oh, dat is een mooie tent, zeg. Daar is het vuurtorenlicht. Het verhaal is uit. Het boek gaat bijna dicht. Dan is het nu wel tijd om te zwaaien. Ja, en dan gaan we daarna slapen in de tent. Ja, ja, gezellig in jullie eigen huisje. Maar eerst nog even zwaaien. Ja. Dag. 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 Zeg maar dag met je hand. Dag naar de zee en dag naar het zand. Dag Sassa, dag Toto. Dag.